V-team. Ik deel Nijmegen loodjes uit voor het V-team. Ik ben 14 jaar oud. En ik ben Fleur en ik ben 12. Ja, ik ben Hanine en ik ben 13 jaar oud. Ik ben Lenneke en ik ben 13. En je bent 14 jaar. Ja, en ik ben Lieke. En ik ben Lutjij. En we zijn bij de oude V-teamers. Oude eerste V-team. En vorig jaar waren jullie ook V-team, toch? Ja. Hoe vonden jullie vorig jaar nou het V-team? Ik vond het vorig jaar heel leuk. Gezellig. Ja, en de sfeer is gewoon heel leuk. Superleuk. Als eerste keer. Ik zat vorig jaar hier ook bij het V-team. Ik vond het vorig jaar ook heel leuk, want ja, je had gewoon heel veel vrienden gemaakt en het was gewoon heel leuk. Best wel gezellig en je voelt bijna geen pijn. Nou, ik had bijna geen pijn, omdat als je met een groep loopt, dan neem je elkaar echt mee. En op wat voor manier? Nou, omdat je gezellig met elkaar aan het praten bent ofzo. En dan gaat Taco weer wat door de megafoon roepen. Applaus voor de cameraman! Dus ja, het is heel gezellig. Als je even nadenkt over het V-team, wat heeft het jullie gebracht? Nou, veel meer vrienden, vriendschap. Vrienden en vorig jaar liep ik ook gewoon heel zelfstandig, zeg maar, gaan met vriendinnen. Ja, vrienden. Meer zelf, een beetje zelfvertrouwen en leuke herinneringen. Ik denk ik dat ik meer nadenk over vrede, denk ik wel. En ja, ik ga ook vaak naar zo'n herdenking toe, omdat ik dat wel belangrijk vind. Ja, dat je gewoon heel makkelijk vrienden kan maken. Ja, want hoe kon je dat eerst minder? Ja, eerst was ik zeg maar heel erg onzeker, want ik wist niet wat mensen van mij vonden. En nu gaat het echt super, want je kan gewoon tegen iemand zeggen van ja, hoe gaat het? En dan heb je gelijk al een praatje met diegene. En dan loop je een stukje verder en dan ben je opeens bevriend. Ik heb gewoon veel mensen leren kennen waar ik nu nog mee bevriend ben. En als jullie nog één tip zouden mogen geven aan het V-team van nu, wat moeten zij er echt uithalen? Heel veel plezier en gewoon heel veel tegen mensen praten en dan praat je vanzelf wel meer en dan krijg je gewoon meer vriendschap. Ja, ook gewoon het plezier hebben en ook gewoon contact houden met je vrienden. Je mag wel jezelf laten zien. Dat vind ik een hele mooie, je mag jezelf laten zien. Ja. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd? Ja, dat je soms wel eens blijer mag zijn met je leven. Omdat er ook andere kinderen zijn die het bijvoorbeeld slechter hebben. Nou ja, je kan natuurlijk heel veel mensen bereiken. En al is het maar een heel klein groep. Het is toch al een stap om zeg maar, wat meer van het onderwerp te laten horen. En dat er meer mensen naar gaan kijken. En dat er meer mensen van weten en zo. Dus ja, dat eigenlijk. En die kans heb je eigenlijk gekregen bij het V-team? Ja.